Mijn naam is Karin Stamman van de Werf. En mijn man dat is Roderick Stamman van de Werf. En wij gaan dus nu op de tweede kerstdag, op donderdag 26 december, naar Rudolf. Heel veel kijkplezier. Hier is hij nog niet officieel begonnen, maar... Dat verwarmen. En dan wodka erbij, dus een beetje bloewijn. Maar dan wodka afhouden. Jullie schenken ze zelf gewoon in het glaasje erbij. Ik gebruik zelf ervan mee. Maar als het alleen met volwassenen is, dan doe ik de wodka er ook gewoon bij in. Maar laten we het dan koken. Dat is een heel anders soort bloewijn dan dat we gewend zijn met rode wijn. Heerlijk, hoor. Op jullie bellen zomerweek zitten dan de geluidstechnicus, stonden wij achter de coulissen klaar en hingen de camera's. En dan de geluidsman zette dan het geluid aan met zo'n tune. En dan zei hij van tevoren, let allemaal op die mevrouw, die gaat zo meteen schrikken, want die zit dicht bij de box. En dan hadden die, de technici hadden achter, ze hadden zo'n schrik. En wij eerlijk gezegd ook wel, want dan ging die tune aan. Goedemorgen! En dan zei hij, zorg ik wel ervoor dat die mensen die het hardst geschrokken waren, als eerst iets lekkers kregen. Ja. Je bent toch straks zo geschrokken, weet je nog? Goed, dat is geluid, hè? Nou, inmiddels hebben we een heerlijke kloewijn opstaan. Zo, zendertje vast doen. In de achterzak, kan ook. Ja. Zo. Goedemorgen, wat gezellig dat u er allemaal bent, sowieso. Heel bijzonder op tweede kerstdag. Maar het is ook een van de gezelligste plekjes van Nederland, toch? Om die gezelligheid een beetje aan te wakken heb ik hier al Zweedse gloewijn op staan. En dat is niks anders dan appelsap met specerijen. Een kaneelstokje, flink wat sterrenijs, jeneverbessen die even gekneusd zijn, zodat de smaak er beter uitkomt. En een kruidnagel. Dat is eigenlijk alles. En als je dat verwarmt, een beetje tegen de kook aanbrengt, dan kun je ervoor kiezen om daar vodka bij te doen. Dan zou ik het ook niet heel lang laten koken, want die alcohol gaat een beetje dampen. Maar doordat die alcohol in de lucht gaat hangen, geeft wel onderdeel aan de feestvreugde en aan het aroma. Maar wat ik er zelf heel fijn aan vind, is in vergelijking met andere gloewijn, ja, daar kunnen kinderen eigenlijk nooit mee meedoen. Omdat die alcohol er nou eenmaal in zit. En bij de Zweedse gloewijn kun je de wodka er gewoon naast zetten. Zodat kinderen uit dezelfde pan, als het eenmaal getrokken is, lekker mee kunnen drinken. En dan doen de volwassenen doen er zelf maar een scheutje wodka bij in. En dan heb je een beetje de keuze. Als je een feestje hebt met alleen volwassenen, zou ik de wodka er gewoon bij in doen. Omdat dat makkelijker schept voor iedereen. Hè? Hiermee wil ik eigenlijk zeggen, voel u lekker thuis en gastvrij thuis. Zo te zien voelt u dat ook zo. Dus neem gewoon zo meteen, als die even gedronken is, neem zo meteen zelf. Ik zal een eerste rondje even schenken. Maar de pan mag leeg en er is nog meer. Dat is fijn, hè? In eerste instantie werd mij gevraagd van, zou je een aantal hapjes willen maken? Ga ik lekker op je vingers kijken. Een beetje restverwerking. Dus wat zou je kunnen doen met restjes? Maar mijn antwoord daarop was, ja, maar uw restjes zijn anders dan uw restjes. En ik vind het startpunt niet zo gezellig op tweede kerstdag. En hoe kom ik aan restjes? Want ik heb gisteren gewoon alles opgegeten. Daar heb ik voorgesteld, mag ik wat hapjes maken die mogelijk leuk kunnen zijn voor oudejaarsavond. Want dan heeft u ook nog even de tijd, dus mocht u het willen maken,
om die boodschappen in huis te halen en om die werkzaamheden in te plannen. En oudejaarsavond, toch een beetje anders dan typisch voor kerst, is dat het vaak veel meer hapjes zijn en kleine lekkernijen. De recepten heb ik weliswaar uitgewerkt en eigenlijk heel simpel. Ik kan ze hier gewoon ook neerleggen. Als ik dat nou gewoon hier doe, en dan kunt u er gewoon een foto van maken. Dat is veel makkelijker dan die printjes van een paar jaar geleden. Ik begin zo meteen met rode uienkompot. Zal ik ze gewoon zo neerleggen? Oh ja, is prima. Dan kan ik zelf ook nog spieken van, dat zou ik ook alweer doen vandaag. Als eerste gerechtje maak ik een paddenstoelenpaté. Dat is gelijk een vegetarische paté. Dus gemaakt met paddenstoelen. En dat is echt een heel lekker paténtje om op een stokbroodje te doen. Gewoon als appetizer. Kan als voorgerecht. Je zou het in een stekertje mooi op kunnen maken. Dat je een prachtig voorgerecht hebt. Maar zeker ook gewoon lekker op een stokbroodje om mee rond te gaan. En ik doe daar dan een rode uienkompot op. En die rode uienkompot, daar ga ik mee beginnen. Is niks anders dan rode uien die ik even aanfruit in wat olijfolie. Daar gaat een beetje suiker op, balsamico, azijn en wat specerijen. Dus ook wat kaneel bijvoorbeeld en wat kruidnagel, jeneverbessen. En dan laat ik dat heel eventjes gewoon aanbakken, een beetje stoven, dat de suiker wat oplost. Zodat je een lekkere zoet-zuurbalans krijgt tussen de balsamico, de suiker en de smaak van de uien. Dat laat ik afkoelen en dat is dan de garnering voor de paddenstoelenpaté die ik dan vervolgens ga maken. Daarvoor heb ik portobello's, want je zou ook kastanjechampignons heel goed ervoor kunnen nemen. En die worden aangebakken. En daarbij, en dat is bijna het geheim, nou ik heb geen keukengeheimen, daarom ben ik ook hier. Maar het geheim van een hele lekkere paddenstoelensmaak zit hem soms in gewoon een heel klein potje. En die zijn ook in alle supermarkten te vinden. Seps of eekhoorntjesbrood. Eekhoorntjesbrood is de Nederlandse naam, Seps de Franse, Steinpilz de Duitse naam. En dat is gedroogd en als je dat dus weekt in water, en dat duurt gelukkig geen weken, dan krijg je bijna een soort truffelachtig aroma. Een ontzettend sterke paddenstoelensmaak. Zeker als je vegetarische gerechten wat meer oef zou willen geven, hè, wat meer body en wat meer umami, dan is een klein beetje gedroogde paddenstoelen erbij verrukkelijk. Als ik Zürcher geschnetzeltes maak, of een champignonsaus bij een varkenshaasje bijvoorbeeld, of een stukje kipfilet, dan doe ik daar altijd een klein beetje gedroogde paddenstoelen bij. Die ik laat in. En dat water is net truffelsap zometeen. En dan krijg je zoveel meer smaak. Het is niet goedkoop, want ik geloof dat ik voor zo'n potje €6,25 betaal. En daar zit dan 40 gram in. Het weegt dus ook bijna niks. Maar het gewicht wordt natuurlijk 4 keer zo groot, omdat het helemaal geweekt is in water. Maar dan moet je echt wel zeker een kwartiertje tot een half uurtje laten weken. En je kunt alles gebruiken. Ziet er misschien niet het lekkerste uit van de hele wereld, maar het is verrukkelijk. En als je het gewoon fijn hakt door je champignons heen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, wordt de champignonsmaak 10 keer sterker. Door dat kleine beetje gedroogde eekhoorntjesbrood. Ook een hele leuke naam. Iets wat ik niet ga maken, maar moet ik wel in één keer aan denken, iets wat ik deze week thuis nog wil maken, is mijn eekhoornbroodjes. Ik ben afkomstig uit Brabant. Nou, Brabants worstenbroodje, dat blijft natuurlijk favoriet. Maar ik heb lang gezocht naar het maken van een worstenbroodje waarvan het gehakt vegetarisch was. Niet zozeer dat ik geen vlees wil eten, wel heel veel minder. Ik vind groente het allerlekkerste altijd. Maar dat ben ik nou eenmaal. Maar ik vind het heel leuk om vlees klaar te maken. Maar een vegetarisch worstenbroodje vond ik zo'n uitdaging. Omdat het mensen zeggen, ja, dat gaat niet lukken. Dat krijg je nooit zo lekker. Maar daarvoor heb ik een gehakt gemaakt van aangebakken paddenstoelen, dat eekhoorntjesbrood, daar komt eigenlijk de naam, daarom noem ik ze ook gewoon eekhoornbroodjes. En dan doe ik dan kidneybonen of bruine bonen doorheen en parelgort. Die kook ik helemaal gaar en daar draai ik een gehakt van. Dus van dat parelgort, die bruine bonen, paddenstoelen, eekhoorntjesbrood, daar gaat een klein beetje sojasaus bij voor het smaak, een beetje mosterd, flink wat kruiden. En dan krijg je een heel lekker gehakt, wat ook een vleesliefhebber zegt, nou dat broodje lus ik toch wel. En daar gaat het eigenlijk om, hè. Niet dat een vleesliefhebber zegt, ja dat is leuk voor de vegetariërs, maar doe mij maar echte worst. En dan een heel lekker hapje. Dus dat kun je ook heel goed op smaak brengen met het eekhoorntjesbrood. Kijk, en inmiddels is de gluwijn wel goed. Zo. Nou, dit is echt een hele grappig, hè. Je staat over, zullen we vaker zien, hè. Ik heb hier wel een voorkeer gehad, dus je zat hier geloof ik een stukje plakband op. Omdat je zo tegen aan gaat staan, dan gaat het overdeurtje open. Ik heb een vrij grote lepel. Maar wil jij even voorproeven? Ja? Dat is een heel belangrijke rol is dat natuurlijk, hè?
Klein beetje. En kijk je met, als je nou niks vindt, gooi het weg. Dan doen we iets anders. Hè? Dus we wachten jou eventjes af. Kijk, het ene met het opscheppen probeer ik dan te voorkomen dat ik die sterrenijs te veel meeschep. Hè? Want anders dan, dan krijg je daar last van tijdens het drinken misschien. Zo. Oké, wil u ook even proeven? Dat doen we voor u zo, hè? Je doet er gewoon in wat je wil, hè? Ja, dat is lekker. Uiteindelijk zeggen ze dat de mensen worden steeds gezelliger in Leiden. Nou, ik moet wel denken, hoe komt u thuis, hè? Nee, maar ik mag voor mij de pan leeg drinken, maar al even kijken of u niet hoeft te rijden. Ja. Ja. Kunnen we mee doorgaan of moeten we wegspoelen? Ja, fijn. Zo. Zo, hij is goed, ja? Nou, dan gaan we hem zo doen. Zonder alcohol voor mij. Geniet u er lekker van. Mag ik u vragen om uzelf te bedienen? Vindt u dat vervelend of niet? Eentje voor mij pakken. Dan ga ik eens tussendoor met de gerechten. Nee, zonder. Ja, u heeft zonder. Maar voel u allemaal vrij om even gewoon naar de pan te komen en lekker een schepje te nemen. Zweedse bloewijn. Doe er de wodka in, zoveel als u wil. Nou, dan begin ik verder met mijn rode uienkompot voor de paddenstoelenpaté. Als dat klaar is, ga ik verder met een hele lekkere dip van gorgonzola met wit en roodlof. En dat ziet eruit als een bloem. Dat is een heel lekker en gezellig gerecht. Heb je nog even een dingetje, want het is te heet voor mij aan mijn handen. Als laatste gerecht maak ik hartige oliebollen. Ik noem ze ook wel eens holybollen. Het is gewoon hartige holybollen. En eigenlijk om het voor u niet te ingewikkeld te willen maken. Nee, het is oké. Okay, het is oké. Okay. Niet dat ik u onderschat. Maar ga ik uit van oliebollenmix. Maar ik maak de oliebollen hartig. En wel door de oliebollenmix in plaats van met water aan te roeren met groentebouillon. En dan doe ik door één receptje stukjes mozzarella, zongedroogde tomaat en pesto. En die worden gefrituurd. En de andere is misschien nog wel specialer. Dan heb ik één deel oliebollenbeslag, gewoon normaal gemaakt. Alleen een deel van het water vervang ik door champagne. En dan gaat er evenveel zalmvars doorheen. Ik heb verse zalmfilet, die pureer ik in een foodprocessor met een scheutje room en wat eiwit. En dan heb ik een rauwe zalmpuree en die meng ik één op één met het oliebollenbeslag. Oliebollenbeslag is nog rauw, de zalmvulling is nog rauw. En dan met een ijsknijper in de frituur, in de olie, kleine bolletjes maken. En dan eet je ze warm en dan, zowel dat beslag wordt langzaam gaar, maar die zalmvulling dus ook. En dat is echt een verrukkelijke smaak. Daar zou een cocktailsausje lekker bij kunnen zijn, of een beetje remouladesaus, of een sausje van yoghurt. Daar kletst het wel lekker, hè? Ik zie wel een beetje. Dat komt straks, ik doe eerst de paddenstoelen dingen. Ik heb ruim 4 uurtjes de tijd, dus... Als u zegt van nou, goh, ik ben het een beetje beu en ik kom straks wel weer aanwandelen, dat kan natuurlijk. En zo gauw alles klaar is, dan delen we het gezellig uit. Intussen, als u vragen heeft of u wil iets over welk onderwerp dan ook, stel ze gewoon. We zijn er toch? Ja, goed hè? Werkt u in de catering, mevrouw? Ja, vandaag wel, hè? Ja, hè? Ja, wat ruikt het lekker, hè, die kloewijn? Ja. Nog meer liefhebbers? Of er nog meer liefhebbers zijn? Komt u gewoon bij de pan en neemt u een lekker glaasje kloewijn. Ja. Goed, de uitjes worden gewoon fijn gesneden. Nog uitjes nodig, ja voor. Ja, natuurlijk, gewoon lekker doen. Dat is niet pikken hoor. Het is delen. Ja, tuurlijk. Geen keukengeheimen. Kijken hoe deze ook alweer werkt. Waar is het gezet? De kookplaat. Het geeft straks een mooi contrast bij de paté.
Zie, mijn eerste werkje wat ik net deed toen ik hier aankwam, is dit, hoe klein ze ook zijn, hè? Maar het is wel van, eentje zit er nu onder geplakt, maar een nat servetje of een stukje keukendoek of een handdoek, dat voorkomt dat die plank niet wegglijdt. Ik zie wel eens mensen snijden op een snijplank, en die snijplank gaat er dan langzaam vandoor. Die dendert zo over je aanrecht. En dat is op een gegeven moment zo irritant. Vandaar, gewoon iets eronder leggen wat vochtig is. Zo zijn er overal wat voor, hè? Als je nou last hebt van tranende ogen bij het uien snijden, er zijn twee hele goede oplossingen voor. De eerste is iemand anders het laten doen. En tussen het anders doen, of een ander is een duikbril opzetten. Dat helpt echt enorm. Ziet er alleen heel stom uit, maar het helpt wel. Oké. Okay. Omdat dat helemaal afsluit. Je kraan laten lopen is ook, hè? Ja. Je mes nat maken, alleen dat is niet zo heel fijn snijden, vind ik dan. Ja. Of je uien volgesneden kopen. Er zijn ook steeds meer mensen. Ik zie die vakken alleen maar groeien in de winkels, hè, met voorgesneden spullen. Ja. Als je zo'n rode uienkompot maakt, in dit geval is het een soort garnering voor de paddenstoelenpaté. Maar rode uienkompot is bij heel veel voorgerechten lekker. Je eet dat koud. Je kunt dat makkelijk 2 dagen van tevoren maken. In de koelkast kun je het heel goed gewoon een paar dagen bewaren. En is eigenlijk best wel lekker bij heel veel voorgerechten. Of je nou carpaccio eet, of vitello tonnato, of een salade, of welke soort paté dan ook. Een klein lepeltje rode uienkompot erbij maakt het heel lekker fris. Het is echt een lekker garnituur. Soms heb je wel eens, hè, dan koop je een stukje paté bij de slager en je daar volgerecht van maken. Denk, hoe maak ik dat nou leuk op, dat het in één keer een volgerecht is? Natuurlijk wat blaadje sla erbij of zo, maar een kompotje daarbij, dat doet het dan heel goed. Ja. Al de uien in de pan in. Rode uien zijn ietsje zoeter. Maar het zijn nog geen zoete uien, want die bestaan er ook, die echt zoet smaken. En die worden verkocht, die zijn juist weer wat witter. En die worden echt verkocht als zijnde zoete uien. Zwart aanrecht, dat moet je ook maar willen, hè? Thuis. Ja, dat was een aantal jaren toch zo. Net als zwart behang. Ja. Nou, lekker laten. Eerst even aanfruiten natuurlijk. Want daar zijn er de uien voor. En dan komt daar zo meteen het garnituur bij. Gaan we goed met de gloewijn? Ja, hè? Lekker, hè? Fijn. Heel fijn. Ja, bij de paddenstoelen. Wat gaat er nou meer bij? Kruiden natuurlijk, rozemarijnsuiker. Ja. Takjes rozemarijn. Kijk, als je ze mee laat trekken, kun je ze naar de rand uithalen. Maar rozemarijn is eventueel in de gloewijn natuurlijk ook nog heerlijk, hè? Je hoeft het niet altijd hetzelfde te maken. Het is ook een beetje net wat je in huis hebt, hè? Maar het basisprincipe van appelsap verwarmen en daar specerijen of kruiden bij doen, is een hele goeie. Kaneelstokje. Jeneverbessen. Jeneverbessen kun je wel het beste een beetje pletten. Dat kan met een mes, hè, maar kan ook gewoon met een pan erop. Hè. Gewoon, als het maar een beetje gewicht, hè, of het deksel van een jampotje of wat dan ook. Maar zo gauw ze geplet zijn, komt de smaak er makkelijker uit. Ook als je zuurkool opzet of rode kool of wat dan ook. En een paar kruidnagels. Heus met het risico dat je ze niet terug kunt vinden en dat je er een keer op bijt, maar dat is dan ook maar zo, hè.
En daar gaat dan wat suiker bij. Niet per se voor om alles zoet te maken, maar bij die pâté, die krijgt echt een paddenstoelensmaak. Is een klein zoetje, afhankelijk eet je hier per persoon. Als je het straks op een broodje eet, ongeveer een theelepel uienkompot in verhouding op zo'n toosje met die paddenstoelenpâté. Dus dan mag het best wel zoet zijn, anders wordt het ook geen confituur. Dus zou wel kunnen, maar dan een beetje bittertje op. Ja. Ja, het mooiste is de groene stevia eigenlijk, hè? Die is soms lastig te krijgen en wat kostbaarder. Dat is wel het beste. De groene, ja. Dit zou op een recept, als je 500 gram uien hebt, 150 gram suiker, heb je daar voldoende aan. Een lepeltje hebben. Hier misschien ook nog een houten. Oh, een spateltje, mooi. Ja, kijk. Alles is er gewoon hier, hè. Nou, gezellig dit. Balsamico er zijn. Eigenlijk met het zuur maak je een zoet-zuurbalans, maak je heel gauw dingen lekker, hè? Nog iets, hè? Als je nou als u de vraag die stelt, kom ik gewoon met antwoord. Nee, dat maakt niet uit. Wat maakte ik gisteren? Ik wilde voor ook kleine, hele kleine hertenbiefstukjes. Ik had geen jus. Dus als ik nou gewoon ook simpel, en ik ben gewoon thuis en heb ik niet alles voorhanden, hoor, altijd. Is het helemaal niet erg om een beetje basisjus te gebruiken. Ik doe dat ook wel eens, maar dan koop ik de meest neutrale. Gewoon zo'n heel klein zakje en dat leg ik aan met water, dat is één, maar dat smaakt natuurlijk nog naar weinig. Maar wat ik dan doe, en ik vind het altijd een lekkere oplossing voor een volle lekkere saus voor een feestje, is eerst suiker karamelliseren. Dus als je nou zegt, nou ik heb zo'n pan, dan doe ik de bodem van de pan, strooi ik met kristalsuiker op en dat laat ik rustig smelten. Blijf ik bijstaan, niet weglopen, tot die suiker gesmolten is en dan langzaam gaat verkleuren tot mooi goudbruin. Dus dat de suiker rustig gekarameliseerd is. Nooit met iets erin roeren, want als je roert blijft de suiker alleen maar aan de lepel zitten. En dan krijg je vaak lont. Gewoon rustig laten gaan. Desnoods de pan een beetje zo draaien af en toe. Meestal doe ik dat in een steelpan. Als die suiker gekarameliseerd is, dan neem ik azijn, balsamico of frambozenazijn. Dat zijn mijn favorieten voor jus. En dan giet ik daar een bodempje azijn over. Als je dan daarboven gaat ruiken, dat is niet zo lekker, want het zuur gaat heel erg in je neus zitten. En ik kan me ook voorstellen, mensen zeggen, oh, wat ruikt het in één keer zuur in huis? Dat is niet het lekkerste geur misschien. Maar als ik dat erin giet, ga ik altijd even aan de kant. Want dan wordt het een soort kokende lava, hè? Want je blust die karamel af, die is 170, 180 graden. En dan laat ik dat even inkoken tot een siroopje. Die karamel laat je dan oplossen in het azijn. En als dat dan een beetje stroperig is geworden, dan gaat van mij gewoon dat pakje jus erbij. En dan heb ik een hele mooie zoet-zuurbalans. Net genoeg zoet, net genoeg zuur. En dat maakt vleesjus of een sausje, als je een portsausje maakt bijvoorbeeld, hè, dan een scheutje rode port erbij, in één keer is veel lekkerder dan dat je alleen maar gewoon een lepel honing doet bijvoorbeeld. En dan gaat die ook wat mooier glanzen door die karamel. Als je dan over je vlees doet, heb je zo'n mooi glimmertje eroverheen. Het is altijd lekker. Karamel, azijn en dan vleesje. Heel simpel. Je kunt nog een paar allerlei andere dingen doen, maar dat is in basis al gewoon geweldig lekker. Kijk, en laat ik hier zo die uien lekker stoven. Nou, ik moet er ook voortaan aan denken, eventjes doen. Een jaar geleden was ik ook nog niet zo actief, maar dat leer ik van mensen zoals u, hè. Dat je dat ook gewoon zelf af en toe moet doen. Dus ik plaats dat dan ook op Instagram om te laten zien wat we allemaal vandaag doen en hoe gezellig het hier is. En daar moet ik dan ook eventjes aan denken. En gewoon doen intussen, want ik heb daar niemand voor bij me natuurlijk. Zo, de rode uienkompot, gezellig. Dat is één. Straks terug te zien. Nou, is op zich wel leuk, omdat je dus mensen die je misschien niet altijd kunt bezoeken of evenementen waar je niet altijd bij kunt zijn, is dat je dat toch allemaal gewoon via social media toch wel kunt volgen. En soms ook gewoon recepten kunt delen, vragen kunt stellen of beantwoorden van mensen. Ik vind dat toch eigenlijk wel heel mooi. Dus dat is de rode uienkompot, die laat ik even rustig gaan. Ja, en dan de basis voor de pâté.
is het brood natuurlijk. Een lekker broodje. Even gebakken. En de portobello's. Zou ook in het recept staan kastanje champignons. Die waren net op toen ik naar de winkel ging. Ik denk, dan neem ik portobello's. Ze zijn prachtig. En die portobello's die worden zo aangebakken in een koekenpan. Kijk wat we hier nog meer hebben. Zo, deze. Portobello's zijn lekker vleesig, net als kastanje champignons. Waarvan de naam overigens niks met kastanjes te maken heeft, maar alles met de kleur. Hè? Ze worden echt gewoon zo genoemd, omdat het een kastanjeachtige kleur heeft. In smaak lijkt het daar niet op. Wat wel zo is, is dat kastanje champignons in principe mooier bakken dan witte, omdat er iets minder vocht in zit. Waardoor ze lekkerder zijn om te bakken. En je kunt zo'n champignon in zijn geheel gebruiken, er hoeft niks af, niks aan schoon te maken. En deze pâté is ook echt wel iets, als je dit op oudejaarsavond zou willen serveren, maak het gerust 1 of 2 dagen van tevoren. En hier komen dus die gedroogde champignons bij, hè? Die eekhoorntjes, dat eekhoorntjesbrood. Straks als het gebakken is, maal ik het nog even in de foodprocessor. Dat kan thuis ook, ik heb thuis ook gewoon zo'n staafmixer met zo'n molentje, zo'n kleiner. Hè? Dat kan ook, alleen dan moet je het misschien in 2-3 keer doen. Hè? Ik vind het wel eens lastig met recepten. Voor de filmpjes die ik maak, omdat het toch altijd lastig is om wat van dingen uit te gaan. Wie heeft er een foodprocessor? Wie heeft er van u een foodprocessor thuis? Mag ik dat vragen? Dat is niet zoveel. Nee, een stuk 4, 5? Ja, nou ook uit 6 misschien. En een staafmixer hebben meer mensen toch? Ja, hè? Heb ik ook. Ja, ook met zo'n molentje erbij. Ja, maar toch is soms is een recept, als je dan zegt, doe het in de foodprocessor. Zou dat dan lastig zijn voor mensen die zo'n ding niet hebben? Zouden die dan denken van, ja verrek, dat heb ik niet, dus wat moet ik met het recept? Maar dan moet je erbij zetten, of gebruik je staafmixer, wordt wel het recept langer, hè? Krijg je meer tekst. Soms is het ook best, want ik weet ook, als mensen in kookboeken kijken, hoe meer tekst ze zien, hoe denken ze, oh, het zal wel een moeilijk recept zijn. Over het algemeen worden uit boeken de recepten gekozen, bij de meeste mensen, waar weinig tekst aan zit. Dat is grappig, maar je wil het wel goed uitleggen. Dat blijft, nou, dat is dan het dilemma van mij als kok, hè? Van ik vind dat het allerbelangrijkste met wat ik maak, dat de recepten die ik laat zien nooit intimiderend mogen zijn. En voor iedereen begrijpbaar waar je ook woont. Ook met ingrediënten die min of meer iedereen gewoon zou kunnen vinden. En niet dat je eerst de bank moet overvallen voordat je je boodschappen kunt halen, ook weer, hè? En soms, als je in een restaurant werkt of zo, dan ga je vaak als kok uit dat alles er maar is bij iedereen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, die slinken vanzelf zo meteen. Dus die gaan allemaal bij elkaar. Ja, ik blijf graag de boel schoonmaken, want... En het programma ziet u dat natuurlijk niet, hè? Maar ik zal u bekennen, elk stopje dat er is als wij opnames hebben, ook nu voor Food First Network, en dat was bij 24 Kitchen niet anders, elk stopje dat er is, om technische reden, dat de camera nog veel opgeladen moet worden, of een batterijwissel, of wat dan ook, denk altijd, ah mooi, kan ik even de aanrecht even stoppen. En soms zeggen mensen wel eens van, ja, maar dat is niet reëel, want als mensen jouw recept namaken, dan... Jouw snijplank is altijd zo mooi schoon. Kijk, als ik het echt zou kunnen, als ik een tomaat in plakjes snijd, zou ik het liefst na elk plakje de snijplank schoonmaken. Ik hou van mooi en netjes en verzorgd en geen rommel. Maar een beetje rommel wordt het natuurlijk altijd wel.
Maar ik zie dat ook gewoon als communicatief. Dat je gewoon als kijker heel goed ziet wat je moet doen en niet wordt afgeleid door rotzooi. Maar ook als het in mijn keuken troep is, weet ik ook niet meer wat ik moet doen. Dan raak ik letterlijk de klus van kwijt. Dus om overzicht te houden, doe ik echt ja, werkje voor werkje. En ga dan pas door. Dus ik ben niet zozeer een kok die 6 dingen tegelijk staat te doen eigenlijk. Gewoon simpelweg omdat het dan troep wordt. Ja. Ja, heerlijk dit, hè? Deze is inmiddels weer uitgegaan. Dat is het wonder van de inductieplaatjes natuurlijk. Dat is niet zo erg. Ja, ga je gang, natuurlijk. Koffie is heerlijk. Oh, heel graag, dank u wel. Ik vind dat koud niet zo erg, hè? Ja, die drinken koude koffie. Ja, bakkers, dat klopt. Dat klopt. Ja. Zo, even een anti-slipmatje. Zegt u? Hoe zeggen ze dat? Oh, nou dan blijf ik voorlopig nog even doordrinken. Ja. Zo. Paddenstoelen. Ah ja, kijk. Even een kruidje. Is het zo? Een teentje knoflook is natuurlijk altijd goed erin. Ah ja, kijk eens. Ja? Scheutje cognac voor zometeen. Knoflook heen. Hoe snel dat dan minder wordt, hè, die paddenstoelen. Hoezeer dat slinkt. Dus die gaan ook vrij snel stoven dan. Ja, het enige wat ik nu bij me heb, ga ik even zoeken, is zout en peper. Peper, ah, gevonden. Nou, dat is vlug, was een vlugge. Beetje zout. Pardon? Voorzijde. In de voorzijde in de grote pot. Oh, kunt u daarbij? Misschien, ik wist niet eens dat er een voorzijde was. Ja. Leuk. Er zijn hier ook allemaal kastjes. Oh. Ja. Kijk, zout gevonden. Oh, wat goed, dankjewel. Nou, deze is mooi. Kijk, wat hier gebeurt nu is dat het vocht er een beetje uitgaat. Dank u voor de heerlijke koffie. Nou, eigenlijk voordat hij dan te droog gaat worden, stop ik ermee. Zie je, blijft die rode kleur wordt eigenlijk alleen maar mooier. Hè? Gaat er ook een beetje portachtig uitzien. Je zou nog best een scheutje port bij kunnen als je het lekker vindt. Of een scheutje rode wijn. Het is een beetje net, wat wil je ermee doen? Wat ik met die uien ook wel eens gedaan heb trouwens, is als je uien net zo laat koken zoals dit, in een beetje crème, of nee, niet cranberry, van die grenadinesiroop. Mijn enige klein beetje bezwaar is eigenlijk dat ik weet dat daar kleurstof in zit, en dat vind ik niet zo tof eigenlijk, maar wat er wel gebeurt is, als je die uien daarin kookt, ook mooi dat zoete erin, en die grenadinesiroop maakt die uien natuurlijk wel prachtig om te zien. Ik vind het heel lekker bij een stukje gestoofde vis. Als ik helbot stoof en doe daar snijbonen bij in ruitjes gesneden en dan
En dan uien gekookt in grenadinesiroop, prachtig witte wijnsaus erbij en verrukkelijk om te eten. Zo leuk, als je het ene gerecht maakt, denk ik altijd automatisch alweer aan het volgende. Goed, dit is de rode uienkompot, die is klaar. Die zal ik even in een bakje doen om af te koelen. Beetje. Als ik thuis aan het koken ben, doe ik dit dus ook altijd. Meteen de pannen afwassen, meteen. Ik kan het niet laten staan en dan gaan eten, dat is onmogelijk. Nee, dat is echt, als het rommel is op het aanrecht, dan kan ik niet rustig eten. Dus altijd, een koekenpan gaat altijd meteen afwassen terug in de kast. En niet van, dan zien we straks wel. Nou, inmiddels zijn die gedroogde paddenstoelen ook wel goed. Zo. Die kunnen dan heerlijk zo meteen bij die portobello's, die ook klaar zijn. Ja. Als we toch een keer moeten stoppen met gas verplicht, dat lijkt me nog wel een drama worden. Maar goed, zien we dan wel weer. Tot die tijd. Eerst zien en dan pas geloven. Waarom? Eerst zien en dan pas geloven. Voorlopig hou ik lekker mijn gas voor naar. Ja, ik ook hoor. Ja. Lekker op gas. Kijk, een beetje prei aangefruit is ook heel smakelijk in die paté. Voeg je ook wat groenten toe. Dus ook die kunnen we natuurlijk even meebakken. Ziet u trouwens, dat is ook een gewoonte die je hebt, hè? U bent nu de cameravrouw, hè? Tenminste, maar één van de of zo, hè? Maar ik kan dus nooit dit doen, hè? Terwijl ik dan heel goed zie wat ik zelf aan het doen ben. Maar wat u dan thuis ziet, is de onderkant van een pan. En dat kan niet, hè? Want daar heeft u thuis niks aan als u zit te kijken. Dus zal ik altijd rekening houden dat alle handelingen die ik doe, dat je nooit de onderkant van schaaltjes ziet. Zelfs dat betekent, ik ben rechtshandig eigenlijk, of ik zou dit logischer vinden. Maar als ik weet, daar staat de camera, zal ik altijd ervoor zorgen dat de camera ook dat kan zien wat ze moeten zien. Omdat anders het verhaal gewoon verstoord wordt. Altijd nog herinnerd van de eerste aflevering Live & Cooking was in 2000 dat Irene Moors tegen mij zei: Rudolf, je kunt nooit vertellen wat je niet kunt laten zien. Dat kan wel op de radio. Alles wat je vertelt moet je ook kunnen laten zien. En laat het dan ook zien. Ik was in het begin heel onrustig, heel wild. Toen zei: kijk eens hier, hoe kunnen we ook de paddenstoelen in? En dan zei hij: nou, als daar de cameraman staat, die wordt helemaal dol, want die probeert dat in beeld te brengen wat jij vertelt. Dus hou het alsjeblieft stil, dat de camera het even kan zien. In het begin was ik daar heel onrustig in. Ik moet ook zeggen, toen was Irene wel eens die mij dan hielp. En zei: wacht even, Rudolf, ik heb je even niet gevolgd. Hield ze mijn arm vast. Oh ja, ja, nou zie ik het ook. En dan keek ze eigenlijk een beetje schuin naar de kant, of die het ook gezien had. Dat was zo lief, want dan wilde ze ook weer niet mij terechtwijzen of zo. Dus dat is gewoon hoe je het dan ook een beetje leert van elkaar, hè? Tenminste, ik van haar. Ja. Heeft iemand iedereen gisteren gezien? Het is een vreemde uitzending om dat op eerste kerstdag te doen, hè? Maar doorbakken? Was het leuk? Ik denk wel dat ik zag foto's van het decor, dat het er heel warm en gezellig uitzag, vond ik. Oh ja, vandaag. Elke aflevering een andere. Oh? Dat is wel bijzonder. Fijn. Ja, kunnen dat zo. Ja, dat is het zeker. Ja, ja. Goed, dus even de prei nog een beetje zachtjes aanfruiten. Zit die bij de paté kant zo meteen. Kijk, die gedroogde paddenstoelen die nu helemaal geweekt zijn. Die kunnen hier eigenlijk gewoon bij. En dat vocht laat ik nog even een beetje inkoken, anders wordt het te nat.
dan kun je het altijd oplossen, hè, door er wat broodkruim aan toe te voegen bijvoorbeeld. Dus eerst eventjes de prei. Ja, die prei heeft niet zo heel lang nodig. Fruitje eigenlijk net als een uitje. En dan gaat dan even dat eekhoorntjesbroodsap op. Nou, dat ruikt je wel goed dit, hè? Ik zei het al eerder, als je vegetarische recepten wil maken en je mist een beetje, en dan met name mensen, ik kan me voorstellen als jij vegetarisch wil eten, je hebt een partner of er komt iemand op visite die dat niet is en die wel van vleessmaak houdt, dan is gedroogde paddenstoel altijd de goeie, omdat het lijkt een beetje op die, ja, op die vleesige smaak die mensen anders misschien wel een beetje missen, zonder dat het dat is. Vandaar dat een klein beetje gedroogde paddenstoel vaak ook ergens doorheen zit. In vegetarische burgers bijvoorbeeld is dat ook een hele goeie. Zo. Je kompot aan het afkoelen. Een beetje peper en een beetje zout gaat hier naar bij. En net weer genezen. Ik had last, ik ging naar de dokter en ik wat voel ik toch? Kom ik bij de huisarts en u heeft een peperpols. Komt u hier, nu thuis heb ik zo'n elektrische. Ja, vroeger hoorde je van een tennisarm, als je dit veel doet, dan kun je dus een peperpols krijgen. Een beetje zout. En een beetje sojasaus. Sojasaus is ook zout, hè. Maar het is ook weer om gewoon echt lekker extra smaak te geven. Goed, nou, en ook misschien een beetje citroen er doorheen. Ja, heerlijk. Kijk, daar zou je ook balsamico voor kunnen nemen, eventueel. Kijk, ja. Hier dan de prei met het vocht van die gedroogde paddenstoelen. Ja, en als je zoiets maakt, gewoon ook zelf een beetje proeven. Je kunt er altijd bijsturen. Als ik met een cake die in de oven stopt, is het lastiger. Maar alles wat je in een pan kookt of wat je maalt, kun je natuurlijk voortdurend proeven. En erbij, ja, eraf niet natuurlijk, is een beetje voorzichtig. Zo, heb ik nou alles? Ja, een drupje cognac. En de citroen. Dus jij moet ook niet te veel, ja, ligt eraan wat je, waar je van houdt. Hè. Whisky zou ook kunnen, maar het is dan het een of het ander. Gewoon een drupje van iets wat je misschien toch hebt staan. Wat dan wel aardig is van de citroen, doe je wel eens een half citroentje bij iets? Bij een stukje vis of zo? Als je hem toch doormidden snijdt, kun je net zo goed dit doen. Snijden? Dat je het schilletje zo iets snijdt, zo'n flubbeltje. Mes is een beetje... Kleurt, zo. En als je dan hier dat flubbeltje hebt gesneden, draait hem om en doe je hem hier aan de andere kant. Zodat je, even zo zien, twee van die flubbeltjes hebt, hè? Gewoon ingesneden schil. Als je dan met je mesje van de ene, moet het even liggen doen hoor, de ene ups, naar de andere kant doet. En zo snijdt dat je weer bij dat andere flubbeltje uitkomt. Ik weet niet hoe ik het anders zou moeten noemen. Kijk, het lipje of het dingetje hier, maar dan puzzelt. Ja, dat gaat met een limoen natuurlijk ook. Op het moment dat je dan dit zo gewoon inknijpt, ja, dan heb je een schenktuitje. Dat is gewoon net, ik vind altijd, het hoeft niet aan kostbaarheden te liggen, maar voor iemand koken is ook liefde en zorgzaamheid en aandacht aan iets besteden. En dat soms hoeft maar hele kleine moeite te kosten, maar het is gewoon leuk. Toen ik 8 was, heeft mijn moeder gewoon een kist citroen op de markt gekost om me dit te laten oefenen. Hij wilde het proberen. Viel natuurlijk in het begin niet mee. Zo heb ik serieus, toen ik op de kokschool zat, aan mijn moeder gevraagd of ik 5 kilo roomboter mocht hebben. Wij aten thuis nooit margarine, ik nog niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat iemand dat wel doet. Maar toen zei mijn moeder, waar wil je dan mee? Ik wil een zeemeermin boetseren. En klei vond ik vies.
Nou, zei mijn moeder, dan koop ik 5 kilo boter. En dan heb ik een jaar of 9 of 10 heb ik van 5 kilo roomboter en semolina geboetseerd. Maar gewoon omdat ik dat leuk vond. En later is dat gewoon opgegaan in bakken en zo. Maar kijk, als je het citroentje dan geeft en je knijpt daar, moet je nog wel een beetje rustig knijpen natuurlijk. Hè? Maar het is gewoon een schenk tuintje voor de gezelligheid. En ik had dus met een limoen ook. Nou dat. Dan zullen we dit pureren. Ja, de stekker zit erin hoor. Moeten we ook zeggen, ik heb een Magimix. En dat vind ik eerlijk gezegd de allerfijnste. En al die andere merken, dat... Nu wel. Beetje behelpen, maar het gaat ook altijd op. De clue is ook om het niet meteen al te fijn te maken. Hè? Je moet er niet een helemaal puree van maken. Het moet wel een beetje een soort patéetje... Lijken, blijven. Ja. Eerst even een brood eruit halen. Het is overigens voor vandaag wel het gerechtje waar het meeste werk aan is, maar dat, die oliebollen zijn eigenlijk zo klaar, zeker als je oliebollen niet gebruikt. En de dip straks ook, maar het is wel gewoon een hele leuke. Ja, eigenlijk moet ik dat nog even in een schaaltje doen. Ik kan het gewoon in de pan doen natuurlijk, om dat even een beetje te laten afkoelen ook. Wat dat betreft is koken in de winter altijd fijn, hè? Want dan heb je buiten een grote koelkast. Vele gebruik, maar ik vind het wel onmisbaar hoor, een foodprocessor, moet ik zeggen. Je kunt zoveel dingen maken, of je nou zelf je gehakt maakt of wat dan ook, allerlei crèmes. Natuurlijk kun je een staafmixer gebruiken en een staafmixermolentje, maar ja, die is vaak toch een stuk kleiner, zodat je het, wat ik dan heb, een recept soms wel in 3 of 4 keer moet maken. Ja, dan is dit gewoon super fijn. Om zo'n apparaat te hebben. Zo, deze nog even. Tussen afkoelen. Dan gaan we zo lekker die patés even proeven. Samen. Is dat handig zo? Kunt u zo fotograferen? Als u iets van de recepten wil, ze liggen hier gewoon op een rijtje. Maak een fotootje van hetgeen wat u wil hebben. Warme dingen is trouwens altijd makkelijk om met 2 lepels te doen, hè? Soep ook, hè? Nee, wat mensen wel eens opvalt, als je nou soep wilt proeven en je proeft dat zo en je steekt die lepel in die hete soep, wordt dat wat roefvrijstaal wordt natuurlijk ook heel heet. Dat verbrand je heel gauw, hè? Wat vaak veel mensen doen, wisten ook. Ik heb dat ooit als kok in het ziekenhuis voor het eerst eigenlijk zien. Dan zeg ik, nou, hier proef je mee, dan wil je proeven, maar dan giet je hem vervolgens over. Deze lepel is niet in de soep geweest, dus dan verbrand je niet zo je onderlip. Slim. En als je nog een keer moet proeven, stel er moet nog wat bij, dan kun je weer met diezelfde, ga je niet met de lepel waarvan je gegeten hebt in de soep, hè? Heel slim. Dus dat is gewoon dubbel. Of doet het op een schoteltje, een koffieschoteltje, omdat het dan sneller afkoelt, dat je niet verbrandt. Ik heb ook al geleerd van mijn leraar serveren op school, dat als ik iets maakte, publiek moet voorstellen, was ik 11, ik ging naar de kokschool toen ik 11 was, net 12 geworden, in het begin. En we hadden een restaurant waarin eigenlijk bejaarde mensen een soort 100 rittenkaart hadden. Die kwamen gewoon 2 keer per week eten en dan kon je dan op oefenen op die mensen. En dan moest je de ene week koken, de andere week bedienen. Toen ik dan voor het eerst biefstuk stroganoff moest maken, zei de leraar, je moet wel, als er mensen zitten te kijken, net als hier, dan moet je wel zorgen dat je al je spulletjes hebt
je kunt niet steeds weglopen van ik ben iets vergeten. En dan zei de leraar, je moet ook twee lepels hebben klaar liggen. Ik weet dat zo goed dat ik mijn vinger opstak en dus ik ben heel drink, waarom nou twee lepels? Hij zei, het is heel simpel. Je bent je gerecht aan het maken en mensen staan naar jou te kijken of zitten te kijken aan tafel. Vervolgens is je gerecht klaar en dan proef je. En dan kijk je erbij alsof je er verstand van hebt, zei hij. Ik was toen net 12, hè. En vooral een beetje moeilijk kijken. Die lepel gaat weg. En dan doe je er nog iets bij en dan dondert eigenlijk helemaal niet wat, zei hij. En dan komt de tweede lepel en dan roer je weer een keer. Proef je nog een keer? Ja, precies wat hij nog nodig had, zeg je dan. En dan denken de mensen zo, de vakman die heeft er verstand van, hè. Dat is echt zo. Heeft ook één ding, het is serieus waar, het is niet zo heel lang geleden, die school was in Breda. En ik heb daar gewoon gezeten vanaf mijn krap 12e tot aan mijn 17e, toen ging ik in Zwitserland werken. En niet zo lang geleden was ik in Bavel. Bavel ligt vlakbij Breda, daar hebben ze een restaurant, daar maken ze nog van die klassieke eend met aan tafel zo geflambeerd met kerst. Het is heel ouderwets, maar ik vind het heel lekker. En ik zat zo te kijken, die opa was alles aan het klaarleggen en ik zat daar met mijn liefje. En ik zei, meneer, heeft u soms ook op de culinaire school in Breda gezeten? Op die man zei, ja, dat klopt. Ze zei, heette uw leraar meneer Hildering? Ja, hoe weet jij dat? Ik zie die twee lepels liggen, maar gaat u vooral door? Het is zo, ja, mensen krijgen dat zo aangeleerd op school en dan blijven ze dat zo doen, hè. Maar intussen, dat is niet gelogen, is dit wel heel smakelijk geworden, die paté. En als je nou vindt dat dit te nat is, dan kun je daar nog een beetje paneermeel door doen of wat broodkruim. Of ja, wat, je kunt een beetje duwen en trekken. Hè? Zeg je, nou, ik wil toch een klein drupje cognac. Nou, vooruit dan maar, hè. Kan, hè. Je wil ons dronken hebben, waarschijnlijk. Kan allemaal, hè. Wil je ons dronken hebben, of zo? Een slaapdronken, zo. Ja, precies. En dan brengen we je allemaal met een busje naar huis. Dat zou wel gezellig zijn. Heel, heel gezellig. Ja. Dit is een paté, die kun je best lang bewaren nu. Ja, natuurlijk. Zonder cognac, ja, natuurlijk kan dat. Ja, ja, ik kan hem er nu helaas niet meer uithalen. Een recept, vroeger zei Cas Pijkers tegen mij, een recept is slechts een thema waarop je voortdurend kunt wisselen en veranderen en voortborduren. Het is een gangmaker. Je moet een liedje... Dat vind ik zo mooi als je My Way door verschillende zangers, die zingen het allemaal anders. Maar de tekst is hetzelfde, je herkent het nummer, maar en je vindt het van de een misschien ook mooier gezongen dan van de andere. Dus meestal probeer ik me natuurlijk wel aan een recept te houden, ook omdat je de ingrediënten hebt gekocht. En is het goed om terug te kijken, maar je gevoel, of als je denkt, nou, vandaag zou ik het leuk vinden. Je zou bijvoorbeeld best rozijntjes door mogen van mij, of van die half gedroogde cranberries, nu. Lekker, dat is een beetje dat zuur, die zijn half gemeld in appelsap vaak en dan gedroogd. Dat zou ik heel lekker vinden hierbij ook. Of geroosterde pijnboompitjes. Dus dat kan best elke keer een beetje anders zijn. Zullen we dit zo gaan delen? Dat als we wachten tot het afkoelt, dan gaan we niet helemaal op wachten. Hoeft ook helemaal niet. Sojasaus even terug. En dan ga ik zo meteen die heerlijke dip maken van gorgonzola met witlof en roodlof. Dat is een heel snel hapje. En het er gewoon heel best gezellig en toch wel spectaculair uitziet, vind ik zelf. Goed, schaal. Stainless steel. Nou, gloedje nieuws hier. Kostte nog moeite gespaard, hè, voor u. Alleen die dingen eraf halen. Kom maar. Oh, ik leg er wel een servetje op. Oh. Dat kan toch ook? Ja, kan ook. Ja, hè? Die zijn wel klein, hè, trouwens. Hè? Doe het gewoon zo. Jo. Kijk, ook goed idee, hè. En natuurlijk kan dit ook op een doosje. Een broodje, is wel heel lekker. Vers brood. Ga jij uitdelen? Ik denk dat ik je eigen messen mee. Ja, u vraagt of ik mijn eigen messen... Ik herhaal een vraag, want misschien horen mensen mijn antwoord en niet uw vraag. Hè? Of ik mijn eigen messen meeneem. Ja, maar dat is nu meer praktische overweging, omdat ik niet wist dat ze hier waren. Maar zo minimaal mogelijk. Een kartelmes, een koksmes, een vismes, kleintje klaar. Ja, en altijd, ik neem altijd deze mee. En weet u waarom ook? Ik begrijp schuimspanen niet. En
iedereen heeft een schuimspaan en slechts weinige mensen hebben een draadspaan. Maar als je met een schuimspaan... Ik denk als ik een laadje opentrek dat ik heus een schuimspaan ga vinden. Maar als je met een schuimspaan iets uit wilt... Schuimspaan is heel veel roestvrij staal met heel weinig kleine gaatjes. Die veel te klein zijn. En als je dan iets uitschept, dan knoei je allemaal water. Heel veel. Terwijl een draadspaan loopt het water veel meer... Dus het is veel minder knoeien. Maar elk keukenbenodigdhedenwinkel hebben schuimspanen en nooit draadspanen. Dus die koop ik altijd één apart. En als je gehakte eieren wil hebben voor de asperges... En er hangt er eentje achter jou. En dan duw je er gewoon doorheen. Ja, het is een schuim. Nou, het ziet wel een verschil, hè? Ja, ik zou zeggen, laat dan deze verbieden, weet je. En dan gewoon... Het is toch veel? En dan, als je eenmaal zo'n ding hebt, ga je deze nooit meer gebruiken. Voor niks. Ja, misschien om iets op te scheppen. Ik koop deze bij Hanos of Sligo of ISPC. Okay. Ik vermoed ook bij een Macro. Ik denk dat Oldenhof kookwinkels het zullen hebben. En het kookpunt in Rotterdam, denk ik. En misschien hier ook wel ergens. Maar... En ik denk, als u nou allemaal een winkel binnenstapt en vraagt om een draadspaan, dat tegenwoordig zelfs de blokken, dat gaat verkoopt. Er zijn ook van die anderen die zo rondlopen. Ik denk dat die leuke winkel hier, met al die spulletjes, ja, Aziatische, die zullen dat ook hebben. Het is eigenlijk een frituurspaan. YouTube terecht dit. Ja, het is veel makkelijker dus. Mijn mama die heeft een kaartje. Ik zal gewoon kleintjes maken, hè, want anders dan... Nee, is niet voor mij. Heb je misschien niet genoeg? Ik denk maar om het proefertje even. Wat we gaan proeven is dus de paddenstoelenpaté. Als ik even resumeer in het recept ligt hier, dus voel u vrij om er een foto van te maken. Of lees het één keer door en onthoud het gewoon. Ja, natuurlijk. Maar zeker naar die gloewijn. Maar daar staan in kastanjechampignons, maar die waren op, dus ik heb portobello's, wat gewoon grote kastanjechampignons zijn. Die heb ik even aangebakken. Daarbij zit een knoflookteentje erbij, wat aangebakken prei en gedroogde eekhoorntjesbrood, dus gedroogde paddenstoel. Daarbij, ik zal eerst deze even opmaken, zit wat sojasaus, drupje cognac, zout en peper. En dan is dat zo gewoon heerlijk gesudderd eigenlijk. Iets af laten koelen en vervolgens kort pureren. En dan zou ik dat als paté eigenlijk het liefst koud serveren. Wel het liefste op net gebakken brood, stokbrood of baguette, ciabatta. De reden waarom ik dit recept ook heb uitgekozen, is dat als ik kijk naar wat mensen aan hapjes soms serveren, dan is het aandeel vlees en vis vaak best wel groot. En dat het niet altijd voor iedereen even gemakkelijk is om een leuk groentehapje, anders dan gesneden groentestaafjes of zo, of snoeptomaatjes, te serveren. En dit eet echt als een lekkere paté, die minstens zo smaakvol is. Maar ja, dan gewoon paddenstoelen, dus een keer geen vlees. En daarbovenop gaat zo meteen de rode uienkompot. En dat is gewoon heel veel rode uien in stukjes gesneden, aangebakken. Daar zit kaneel doorheen, kruidnagel, suiker en balsamico azijn, zodat het ook lekker een beetje zoet-zuur proeft. Ja, en als voorgerecht zou ik dat dan in een stekertje doen. Gewoon een rond stekertje op bord zetten. Daar die paté in, alsof je een tartaartje hebt. Met een mooi slaatroefje erbij. En dan die rode uienkompot er los bij. Uienkompot.
in. Gaat er gewoon een klein beetje van op. Is watertanden toch ook een lekker woord, hè? Want dan ben ik hem echt aan het doen ook. Oh. Zo fijn dat het nooit stopt, hè? Zullen misschien allemaal gisteravond het gevoel hebben gehad van zo, nou, dat was wel even genoeg. De volgende dag begint het toch weer lekker van voren af aan. Hè? Net als de liefde, fijn, hè? Dat vind ik ook het leuke aan kok zijn, dat er nooit een definitief moment is. En ze zeggen zo goed als je laatste gerecht, en dat is ook zo. Hè? En misschien krijg je als kok best een beetje marge als het de dagen daarvoor ook allemaal heerlijk was, maar je moet het toch elke dag maar gewoon opnieuw doen. En het blijft niet bewaard, nee, het wordt gewoon gegeten en morgen weer lekker opnieuw. Dat is zo fijn. Een beeldhouwer moet misschien de rest van zijn leven tegen dat beeld aankijken, hè? Verschilder. Het loopt natuurlijk perfect om er nog op te doen, dat ui achterhoudt, dat je je vingers er nooit af kunt snijden. Kun je zo doen, net als een kat die zo krabt. Kun je zo eens doen? Ja. Kijk, en als je zo je vingers houdt en met de andere hand hou je het mes vast, en dan snij je zo langs die knokkeltjes, snij je nooit in je vingers, zie je dat? En zo moet je eigenlijk altijd je vingers houden. En zo'n mes is zo groot, omdat je de punt van het mes op het lang kunt houden, en dan ga je zo, maak je zo de beweging. En dat is eigenlijk makkelijker dan dat je met een klein mesje dat doet. Zie je, als je je vingers hier houdt, een stukje er vanaf, hou maar vast. Als het goed gaat, heb ik 10 bossen voor je zo meteen. Dan hou je zo je vingertjes, je houdt ze maar een beetje vast en probeer maar. Maar er is één belangrijk ding, voordat we beginnen. Je moet erbij kijken zoals een kok altijd kijkt. En weet je hoe die kijkt? Die lacht altijd. Oké? Even concentratie, hè? Valt ook niet mee als iedereen staat te kijken, hè? Ja, even goed doorsnijden. U zou denken, een bot mes, maar... Ja, natuurlijk mag dat. Ja. Zullen we het een beetje samen doen? Kijk, als jij het mes vasthoudt, hè? Dat is net als dat je stiekem een auto rijdt, hè? Op schoot bij je vader en dan een beetje sturen. En dan... Vader houdt het in de gaten, hè? Kijk, maar jij moet... Achter naar voren. En we snijden als we naar voren gaan, naar voren snijden. En naar achter naar voren snijden. Achter en naar voren snijden. Naar achter en naar voren snijden. Zet eens met dansles, hè? Gewoon een beetje oefenen. Voren. Zie je zo? Nou. En op een gegeven moment, als je te dichtbij komt, dan trek je je vingers een beetje naar achteren. Dan gaat het altijd goed. Ja? Is het leuk? Ja. Hou je van die sleuk? Nee. Zo? Nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Jij ook? Nou, hartstikke mooi. Kijk, en nu kunnen we dit garneren. Zie, garneren is een beetje versieren. Want je kunt nooit verleiden zonder te versieren. He, een kerstboom versier je ook, hè? En als het een feestje is, doe je een mooi jurkje aan. Dat is ook een beetje versieren. En oogschaduwen op en zo. En slingers, ja. Nou, dit zijn eigenlijk een beetje de slingers. Kijk, en als je dat een beetje als een kop doet, hè, dan pak je dat een beetje zo vast. En dan doe je het er zo overheen, zo mooi lachend. Ja, wil je dat doen? En dan gewoon belangrijk erbij kijken, een beetje vrolijk en alsof je er verstand van hebt ook. Ja. En nog maar een beetje. Ja. En daar wonen ook mensen. Ja. Ja, fijn, hè? Ja, mijn andere dochter is bijna 26 nu, maar ik heb haar altijd gewoon een gang laten gaan in de keuken. Nooit bang geweest voor troep of zo, want anders dan wordt het zo, je pakt het zo gauw uit de hand. Ik mag gewoon lekker laten.
En het is goed zoals het is. Ja. Maar ik heb wel ooit een keer, toen mijn dochter ongeveer, hoe oud ben je nu, Lieke? Zes. Zes. Ja, Doris was zeven, dus ik ga samen koken. Dus we eten worteltjes. Zeg maar, mag klaarmaken zoals jij het wil. We waren in de supermarkt, pakten ze een pak hagelslag. En ik zei, het is goed. En ik heb serieus, we waren maar met z'n tweetjes. Ja. Gewoon gekookte worteltjes met hagelslag erover. En het grappige was, ik heb er niks van gezegd. En toen zei Doris zelf van, pap, de volgende keer doen we dat toch niet meer. Ik zei, maar goed, gewoon gelaten. Hij is mooi, Lieke. Wil je er ook mee rondgaan? Want het zijn nu jouw doosjes. En als je dan heel aardige mensen geeft, bijvoorbeeld die. En als je denkt, die meneer of mevrouw vind ik niet zo leuk, dan geef ik gewoon een roze zon. Oké? Dankjewel, Lieke. Ga maar mee rond. Oh, dat vind ik een heel goed idee. En ik zou je ouders er eentje geven. Dankjewel, Lieke. Goed gedaan. Ja, dat is een applaus. Zo. Kleuren. Dat is haar vader hier naast, volgens mij. Ga ik even een klein beetje op? Kan de vraag eens weg zijn? Zal ik wou net zeggen, daarom. Ja. Heel graag. Ja. Ik ga vast de hartige oliebollen klaarzetten, omdat die ongeveer drie kwartier moeten reizen. En anders dan ik in het kerstboek ook gewoon zelf oliebollen maak. Het is een beetje misschien gek dat ik oliebollen mix gebruik, maar ik dacht laat ik nou eens niet roomser zijn dan de paus en proberen het realistisch te houden voor zoveel mogelijk mensen, omdat ik ook heus wel weet dat als ik uitga van alles zelf maken, dat mensen soms braaf staan te knikken, maar toch niet maken en denken, is mij te veel werk. Überhaupt dat je zelf oliebollen gaat bakken, is voor sommigen al best een stap, wellicht. Dus daar een pannenkoeken mixen, dat gaat ook prima, alleen je zou dat ook gewoon van meel kunnen doen en verse gist. Pannenkoeken mix van welk merk dan ook, meng je gewoon aan met water. En wat is het dan? Er gaat 500 gram lauw water op en dat zit in zo'n pak. Even kijken hoeveel er precies in zit. Ja, 500 gram, dus het is gewoon 1-1. En dat is best een mooie basis om te gebruiken. Het is toch ook leuk om dat zelf te maken. Nou, ik wil twee verschillende maken. Eentje met mozzarella erdoor, zongedroogde tomaatjes en pesto. En dan gaat er gewoon wat bouillon poeder door het water, zodat het wat meer smaak heeft. Dus anders dan met krenten en rozijnen. De andere is misschien nog wel een tikkeltje interessanter. Die maak ik aan met champagne. Dus ik vervang gewoon een deel van het water door champagne. En een zalmvars. En zalmvars is gewoon verse zalm. Die ik fijn pureer in een foodprocessor. En dan meng met een beetje eiwit en een klein beetje room. En als je gewoon je oliebollenbeslag hebt en je doet daar dan die zalmvars door en je frituurt vervolgens oliebollen, dan zal die zalm, die rauwe zalmpuree, zal ook gewoon meegaren met je oliebollenbeslag. En dan krijg je echt heerlijke oliebollen met de smaak van zalm en champagne. Ik vind het lekker om daar iets kleinere oliebollen van te maken, dat het veel meer ook een hapje blijft. Voor als je met oudejaarsavond lekker zo buiten staat met de buren en je gaat met zo'n schaal rond. Ja, ik denk dat je er echt wel blitz maakt daarmee. En je zou er nog een remoladesausje bij kunnen doen of zo. En dat is gewoon, verwachten mensen misschien niet. Zeker als mensen al een beetje aan de drank zijn, dan is dat heel leuk om te doen. Nou ja. Ik heb geen mixer hier, tenminste denk ik, dus ik ga het gewoon wel met de hand roeren. Dat zal wel goed komen. Fantastisch, dankjewel. Gelijk een stokje warm. Heerlijk, ja, het heet. Ja, op één pak is dus 500 gram, dus ik moet gewoon een halve liter water hebben. Een beetje lauw. Dat lauw is bedoeld om de gist alvast op gang te brengen. Nooit te warm maken, want gist is op een gegeven moment vanaf boven een graad of 50 ook wel uitgewerkt. Dus het moet echt maar handwarm zijn. Ik ga vast de hartige oliebollen klaarzetten, omdat die ongeveer drie kwartier moeten reizen.
En anders dan ik in het kerstboek ook gewoon zelf oliebollen maak. Het is een beetje misschien gek dat ik oliebollen mix gebruik, maar ik dacht laat ik nou eens niet roomser zijn dan de paus en proberen het realistisch te houden voor zoveel mogelijk mensen. Omdat ik ook heus wel weet dat als ik uitga van alles zelf maken, dat mensen soms braaf staan te knikken, maar toch niet maken en denken is mij te veel werk. Überhaupt dat je zelf oliebollen gaat bakken is voor sommigen al best een stap, wellicht. Dus daarom pannenkoeken mixen, dat gaat ook prima, alleen je zou dat ook gewoon van meel kunnen doen en verse gist. Pannenkoeken mix van welk merk dan ook, meng je gewoon aan met water. En wat is het dan? Er gaat 500 gram lauw water op en dat zit in zo'n pak, even kijken hoeveel er precies in zit. Ja, 500 gram, dus het is gewoon 1-1. En dat is best een mooie basis om te gebruiken. Het is toch ook leuk om dat zelf te maken. Nou, ik wil twee verschillende maken. Eentje met mozzarella erdoor, zongedroogde tomaatjes en pesto. En dan gaat er gewoon wat bouillon of bouillonpoeder door het water, zodat het wat meer smaak heeft. Dus anders dan met krenten en rozijnen. De andere is misschien nog wel een tikkeltje interessanter. Die maak ik aan met champagne. Dus ik vervang gewoon een deel van het water door champagne. En een zalmvars. En zalmvars is gewoon verse zalm. Die ik fijn pureer in een foodprocessor. En dan meng met een beetje eiwit en een klein beetje room. En als je gewoon je oliebollenbeslag hebt en je doet daar dan die zalmvars door. En je frituurt vervolgens oliebollen, dan zal die zalm, die rauwe zalmpuree, zal ook gewoon meegaren met je oliebollenbeslag. En dan krijg je echt heerlijke oliebollen met de smaak van zalm en champagne. Ik vind het lekker om daar iets kleinere oliebollen van te maken, dat het veel meer ook een hapje blijft. Voor als je met oudejaarsavond lekker zo buiten staat met de buren en je gaat met zo'n schaal rond. Ja, ik denk dat je er echt wel blits maakt daarmee. En je zou er nog een remoladesausje bij kunnen doen of zo. En dat is gewoon, verwachten mensen misschien niet. Zeker als mensen al een beetje aan de drank zijn, dan is dat heel leuk om te doen. Ja, hè? Ik heb geen niks hier, tenminste denk ik, dus ik ga het gewoon wel met de hand roeren. Dat zal wel goed komen. Oeps. Fantastisch, dankjewel. Gelijk een stokje warm. Heerlijk, ja, het heet. Ja, op één pak is dus 500 gram, dus ik moet gewoon een halve liter water hebben. Een beetje lauw. Het lauw is bedoeld om de gist alvast op gang te brengen. Nooit te warm maken, want gist is op een gegeven moment vanaf boven een graad of 50 ook wel uitgewerkt. Dus het moet echt maar handwarm zijn. En als je het mengt, ik zal eerst één beslagje mengen. De rijsttijd is ongeveer 45 minuten, maar daarna moet je ze ook echt wel gaan bakken. Want als je het langer laat staan, dan is die gisting een beetje uitgewerkt. Dus als ik eerst gewoon degene met pesto maak en daar dan de bouillon bij doe. Bouillon? Ja. Hier. Niks is weg op. Het is toch een beetje kamperen dat we doen. Gezellig. Wel leuk. Zeg je? Oh nee, maar dit is zure room. Ik heb gewoon een groentebouillonblokje. En ik neem dan maar groenten, want als er mensen vegetarisch willen eten, dan kunnen ze nog steeds meedoen hiermee. En dat zou met een vleesbouillon of kippenbouillonblokje minder zijn. Maar die keuze is natuurlijk aan ieder voor zich om te nemen wat je ervoor wil. Hè? Ik verkruimel het bouillonblokje gewoon bij de oliebollenmix. En dan een spatel, die ligt daar. Gieter water en mengen maar gewoon.
In het begin niet te wild. Stuift het allemaal zo. Houten lepel, misschien wel verstandiger dan eventjes hiervoor nu, hè? Nou nee, hij schuift er gewoon af, ook door het gebruik natuurlijk. Kapot gaan die dingen niet zo gauw. Zo grappig vind ik, hè? Ik ben echt liefhebber wel van die gummispatels. Het valt me. Kracht zetten. Ja, ik moet natuurlijk flink kracht zetten. Gaan we even kijken, dat lukt wel. Je hebt niet per se overal een machine voor nodig, hoor. Soms is het wel handig, maar... Zo hebben ze mij, toen ik 17 was, ging ik in Zwitserland werken. En dan heb je spitselijk, kent u dat, spitselijk? Ja. En die deegsliertjes. Dat is een recept op een kilo bloem, gaan 12 eieren. En ongeveer een deciliter water. En dan moest ik dat maken van 10 kilo bloem. Dus heel groot, daar hadden we een heel groot spitselenzeef voor. Maar dat water is ervoor, om ervoor te zorgen dat het beslag niet te stijf is, weet je, dat je het goed door die zeef kunt drukken. Maar toen was ik net nieuw in dat restaurant, hadden ze voor mij het water weggelaten. Ze hadden een recept opgeschreven zonder water. En ik was 17 jaar net daar aan het werk, ik sprak amper de taal. Ik vond me opgelaten natuurlijk, al die koks stonden me aan te kijken. En ik denk, jeetje, niet doorheen te komen. En toen heb ik die spitselen gemaakt, maar voor het eindresultaat maakte dus helemaal niks uit. En toen het op was, hadden ze de jongste leerling. Het was een meisje, een klein meisje, een Italiaans meisje. En die hadden ze wel het goede recept gegeven. En ik stond er naar te kijken en ik voelde me opgelaten. Ik dacht, nou, ik was dat zo aan het zweten. En het meisje deed het gewoon. Tot ik erachter kwam dat er eigenlijk water bij moest. Maar het was gewoon ook een leuk grapje. Zo. Ik moest het gewoon rustig laten rijzen. Komt dit zo helemaal goed? Kijk, je zou dit eigenlijk ook met de hand kunnen doen. Hè? Dat zie je wel vaker, hè? Dat ze gewoon ook spetselen gewoon met de hand maken. En eigenlijk is dat ook prima natuurlijk. Oh ja, zeker. Ja, dat is dus is gewoon verkrijgbaar. Glutenvrije olie-bollenmix. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Gewoon doen. Kijk, en daar gaat dan zonder rode tomaatjes gaan daar door. Kersttomaatjes, die kan ik al meteen doen. De zongedroogde en de mozzarella bolletjes. Ik zou hier ook nog kunnen kiezen voor olijven bijvoorbeeld. En geraspte kaas. Oh, lekker maken. Kersttomaatjes. Snijd die gewoon door. Die zullen dan ook een beetje kapot gaan, maar dat mag, hè. Vooral als je kleine oliebolletjes wil maken, zou ik ze doorsnijden. En de hoeveelheid is maar net wat je wil. Lekker om ze gewoon goed te vullen. Om mij terug te vinden op YouTube. Ja. Nee, daar geef ik vlog. Ja, hè? O ja, dat zou ik niet zo ja. Hier, hè? Ja, dat vergeet hij. Ops, er rolt er zo eentje weg. Waar gaat het? Is oké. Okay. Sorry, dankjewel meneer. Dat is lekker snoepgoed, alsjeblieft. Ja, dat is voor je hulp. Pak maar. Pak maar. Zongedroogde tomaatjes. Deze zijn de half gedroogde. Ik weet niet of je die overal goed kunt krijgen. Maar die zijn eigenlijk veel lekkerder dan die hele droge, harde... Minder saus. Ja, ja.
een beetje doorsnijden omdat ze anders te grof zijn. Een beetje olie mag er dus ook best wel mee doorheen. Ja, dat is allemaal olie wat er dan aan zit. Mozzarella bolletjes. Dit vocht, ik doe dat nu weg, hè. Maar ik maak er, wat ook lekker is, is mozzarella soep. Daar zit wel een verhaal aan. Is echt zo heerlijk. Alleen, ik heb het wel eens geadviseerd en ik heb een paar keer gehoord dat het misging. En dat heeft ook een reden. Dat is net als bij kaasfondue. Als ik mozzarella soep maak, wat ik dan doe, dat is echt een aanrader, is een bakje of een bakje mozzarella, ook als je een zakje hebt, kan pureren in een foodprocessor of met staafmixer. Maar dus ook dat water wat erin zit, want dan zit ook die smaak aan. En dan heb je gewoon een mozzarella puree. Dan maak ik een crème soep, gewoon van bouillon, of het nou kippenbouillon is of groentebouillon, maakt niet uit, met een beetje roux, dus boter smelten, uitje aanfruiten, een teentje knoflook, bloem erbij, gaar laten worden, bouillon erbij, koken, zie een scheutje room, dat ik een hele neutrale crème soep heb. Als we dan gaan eten, dan heb ik mijn crème soep, die kook ik, zet ik het vuur uit, zorg dat de soep warm is, en dan pas gaat daar die mozzarella puree doorheen. Want als je die laat koken, dan stremt die, dan gaat die schiften. Dat is eigenlijk de clue. Dus zorg ervoor dat de soep goed heet is, vuur uit, mozzarella puree erdoor roeren, verse basilicum erbij, tomaatjes, verrukkelijk. Alleen laat hem niet koken, dan gaat het helemaal mis. Dus dan schep je het op en dan ziet het eruit of iemand al een keer gegeten heeft en terug heeft. En dan denken mensen, hij is mislukt. En dat is zonde. Maar als je het zo doet, niet laat koken, is het echt zo ontzettend lekker. Ja, maar dan heb je een soep, en dat vind ik zo leuk, die de meeste mensen, die vandaag niet hier zijn, hebben niet kennen of zo. Ik denk, dat heb ik er nooit op. Terwijl het smaken zijn die iedereen kent en wel lust. Soms maak je iets heel apart, dan vinden mensen het vooral heel apart. Dat is toch anders dan heel lekker. En dit lust bijna iedereen. Nou, stukjes mozzarella gaan ook gewoon wel kleiner. Met de kaas heb je wel zo dat als straks die oliebollen een beetje gaan uitlopen, dan kan die mozzarella natuurlijk in de frituurolie komen en dan spettert het een klein beetje. Dat is de enige maag die eraan zit. Maar ja, ik ga ervan uit dat je dan de olie gewoon maar één keer gebruikt. Ja, natuurlijk mag dat. Kom lekker hier, gezellig. Hey, kom erbij. Ik zal niet aan je kleren komen, oké? Okay? Hou mijn hand achter de rug. Kom maar bij. Dank jullie wel dat jullie er waren. Hartstikke leuk. Ja. En nog een beetje gewone geraspte kaas. Schiften gaat het niet eigenlijk. Schiften is eigenlijk iets anders. Hè? Schiften is het scheiden van vet en vocht. Maar het kan hooguit een beetje rullen in de olie. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Wat kan ik voorzien van mensen op denken? Wat ook een beetje geraspte kaas dus erbij. Je ziet wel, dit is gewoon een beetje op gevoel, hè? Het zou ook nog parmezaan kunnen zijn, hè? Als je zegt van dat is, vind ik smakelijk. Ja, dan zou dit beslag nummer 1 zijn. Waarbij het ook nog wel lekker is om er toch een beetje groen bij te doen. En dat is pesto een hele mooie. Verandert wel de kleur enorm.
Maar daardoor ziet het er straks ook aan de buitenkant gelijk heerlijk uit. Misschien gaan we er ook nog bij doen, een beetje pesto. Ja, zo kun je alles lekker maken. Pesto, dus basilicum, parmezaan, knoflook, olijfolie en pijnboompitten. Kijk dan, wat hier ook een beetje bij mag, natuurlijk, is wel een klein beetje zout. En er zit ook bouillonpoeder bij, hè? Peper. Wat je eigenlijk niet wil, is dat je dan, als je een hartige oliebol maakt, dat die ergens tussenin zweeft. Laat hem dan ook echt hartig zijn. Mensen hem bijnemen. Mensen zijn gewend dat oliebollen zoet zijn. Dus dan moet hij ook gelijk radicaal anders zijn. Hè? Anders is het zo nog vlees, nog vis. Nou goed, het is alweer een tijdje nu terug. Ik ben sinds 3 jaar sport ik 3 keer per week. Ik ben daar 3 jaar geleden mee begonnen met CrossFit. En voor die tijd had ik nooit iets aan sport gedaan. En het scheelt toch veel? Ik heb heus wel eens niet zo'n zin om te gaan, hoor. Toch doe ik het 's ochtends altijd vroeg. Maar ja, het scheelt zoveel in je fitheid. En aan de armen markeerde niks, omdat je dat gewend bent. Maar de rest, hè? Ja. En je voelt je veel minder moe ook als je de hele dag staat. Zo. Nou, laten we dit beslag nu eventjes 3 kwartiertjes rijzen. Dan kan ik intussen het kaasgerechtje maken met de witlof. Vochtige doek.